Want filosofie is een baard hebben. Dat is waar. Weet je nog, het eerste college van Maarten van Houten. Hallo. Hallo. Wat leer je eigenlijk als je filosofie studeert? Een context te begrijpen rondom wetenschappelijke en maatschappelijke problemen. Bij verschillende soorten teksten de juiste argumentatie eruit halen. Na te denken over hoe je zelf nadenkt en je bewust te worden van, oh, ik denk allemaal dingen. Filosofie is niet echt gericht op kennis, maar op wijsheid. Ik denk dat je vooral een denkwijze leert. Wat vind je zo bijzonder aan de opleiding filosofie aan de UU? Er is veel meer aandacht voor geschiedenis bijvoorbeeld. Heel eerlijk denk ik dat de mensen die je ontmoet het bijzonderste vindt. Nee, er ligt natuurlijk een nadruk op analytische filosofie, maar die nadruk is niet absoluut. Hoe we zoveel verschillende soorten onderwerpen naar ons toe geslingerd krijgen. Is filosofie studeren veel alleen lezen of juist veel samenwerken? Het is natuurlijk de bedoeling dat je thuis de tekst leest en dan ga je er in het werkcollege met elkaar over in gesprek. Het belangrijke ervan is dat je het erover hebt met heel veel mensen. Uiteindelijk studeer je met iedereen in je jaar en in je les. Omdat je op die manier geconfronteerd wordt met nieuwe ideeën. Welk filosofisch probleem vind jij het meest interessant? Kennisleer en wetenschapsfilosofie. Het feit dat wij kunnen communiceren, hoe taal werkt. Ja, wetenschapsvraagstukken. Ik denk dat ik vooral geïnteresseerd ben in de structuur die alle problemen hebben. Geluksfilosofie. Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Zorg dat je heel erg gestructureerd gaat denken. Dat is heel fijn een skill om te hebben. Tijdens de meeloopdag vond ik de sfeer al heel erg leuk. Gewoon aan de UU. Ja, ik kon het niet laten eigenlijk. Ik heb veel filosofische boeken gelezen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk heel leuk. Hoe vul jij je vrije ruimte in? Nou, ik studeer hiernaast geschiedenis, dus ik ga veel vrije ruimte ook invullen met geschiedenisvakken. Dingen als neuropsychologie, zo lijkt me heel leuk om erbij te doen. Ik heb een vak performers gevolgd van media en cultuur. Voornamelijk met nog meer filosofievakken. Wat ben je van plan om na filosofie te gaan doen? Ik ga ook beginnen aan een opleiding kunst en economie aan de HKU. Ik heb wel gemerkt dat ik geïnteresseerd ben in onderwijsgerelateerde dingen. Meer een politiek-sociaal soort richting. Nou ja, ik ben toegelaten tot de Master Philosophy in Utrecht, dus dat ga ik volgend jaar doen.